Elke vrijdag geef ik drie kanalen een shout-out. Welkom bij Shout-out Friday. Jubilee van Peel Life en welkom terug bij een nieuwe Shout-out Friday. In deze Shout-out Friday geef ik terug drie kanalen een shout-out. Eerst gaan we kijken naar onze abonnees. Ondertussen staan we nog altijd op de 663 abonnees. Dus ik zou zeggen, blijf abonneren op mijn kanaal hier beneden. Vergeet het belletje naast de abonneeknop niet aan te drukken, zodat je telkens een melding krijgt wanneer ik een video upload. En vergeet vooral dat duimpje omhoog niet te geven. En we gaan door naar het eerste kanaal. Het eerste kanaal dat ik een shout-out geef is namelijk L2B. L2B maakt video's waar ze challenges in doen. Ze maken ook video's read your comments, waar ze de reacties van hun kijkers voorlezen. En maakt vooral urbex video's. Read your comments en challenge video's er ook nog om te kijken, want die urbex video's zijn echt eens de moeite om het te kijken van hun. Dus gaan zeker hun kanaal eens gaan checken. Het volgende kanaal dat ik een shout-out geef is namelijk The Rolling Beer. Rolling Beer is een kanaal zoals ik. Video's maken rond de kermis, on-rides, off-rides, pretparken, reviews, noem maar op, al dit soort video's. Maakt hij. Ik zou zeggen, dan zeker zijn kanaal ook eens gaan checken, want zijn video's zijn ook eens de moeite waard om te gaan bekijken. En het laatste kanaal dat ik een shout-out geef is namelijk Ian Keen. Ian Keen is een kanaal. Mijn kanaal draait rond knutselen. Hij maakt technologische dingen, soms van moeilijk tot makkelijke dingen die je ook thuis kunt maken. En hij legt ook goed uit en toont het ook goed die je dingen kunt maken. Ga zeker deze kanaal eens gaan checken, want ze zijn allemaal de moeite waard om eens te gaan bekijken. Ze zijn wel kanalen boven de 1k, maar ik vind dat deze kanalen ook eens een shout-out verdienen. Zo, en vond je dit een leuke video? Geef hem tegen die duim omhoog. Laat een reactie naar wat je van deze video vindt en deel hem zoveel mogelijk. En ik zie je terug in de volgende video.